De raad, maar vooral ook het ambtelijk apparaat, kunnen een veel sterkere beweging naar de inwoners maken, wat ons betreft. D66 begrijpt dat die tijd nodig heeft, maar als we op zoek blijven gaan naar verbeterpunten en elkaar ook aanspreken, kunnen we onze inwoners vaker en beter betrekken bij de gemeente en bij de politiek. Voorbeeld om dit proces te bewerkstelligen zijn het raadgevend referendum. Op initiatief van Sociaal Tiel en Partij van de Burgers zal er binnenkort een voorstel worden gedaan. En we kunnen kritisch kijken naar de gemeentelijke regelgeving. Met de ontregeling, in de meest gunstige betekenis van het woord, is onze partij landelijk aan de slag en met groot succes. In de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld is het gelukt om het aantal bezwaarschriften met enkele tienduizenden per jaar terug te dringen door enerzijds minder rigide de regelgeving te hanteren en anderzijds gewoon heel ouderwets het gesprek met die inwoners aan te gaan. En daar de gemeentelijke regels uit te leggen en met meer realiteitszin toe te passen. In het kader valt ook te denken, ik weet niet wie het net zei, 22 inrichten als jongerensoos, dat is een goed idee. Dat is nou zo'n kantelingsgedachte. Kleisteo, de voedselbank, zouden ook in een pand als 22 kunnen passen, wat ons betreft. En vanuit deze gedachtegang is ook een klantcontactcentrum met een volledig digitaal loket voor D66 ondenkbaar. Maar door de ICT-slag die is gemaakt, levert dit wel mogelijkheden op om de openingstijden op twee manieren te verruimen. Enerzijds digitaal, anderzijds aan het loket. De vraag is wel, is het nou mogelijk om eens flink met de stofkam door die regelgeving te gaan? Kan het college aangeven welke mogelijkheden zich op dit terrein aandienen voor Tiel? Bijvoorbeeld middels een enquête onder de inwoners over knelpunten of een inventarisatie door het college. Een bescheiden werkgroep misschien, al moeten we daar niet te veel van op gaan tuigen. Een ontregelingscommissie. Als we de blik naar buiten richten en ons de woorden van de commissaris van de Koning te harte nemen, vindt D66 het uitermate verstandig bij een aantal onderwerpen de regiogemeente op te zoeken. De regionale speerpunten zijn een goede start om de regio te profileren, maar er kan zoveel meer. College en raad kunnen er een gewoonte van maken elk agendapunt langs die regiolat te leggen. Bijeenkomsten op partijniveau kunnen goede diensten bewijzen om processen op dit gebied in gang te zetten. Bovendien moet Tiel zich veel duidelijker uitspreken voor die regionale positie. Tiel moet die regiokaart gaan trekken, faciliterend zijn en de toon aangeven voor het hele gebied. Uiteraard wel in goed overleg, maar ook niet te bescheiden. Zo zijn wij ervan overtuigd dat we serieus werk moeten maken van de totstandkoming van de gemeente West-Betuwe. Zo zijn regionale beeldvormingsavonden, bijvoorbeeld over de werkzaak, over de kantelingsprocessen, over samenwerking op bestuurlijk niveau nodig, om gezamenlijk die regio te versterken. Het is van groot belang om in beeld te zijn bij het provinciebestuur. De aantrekkelijkheid en de mogelijkheid van onze regio zijn genoegzaam bekend. Het is nu 11:55 om met een gedragen plan te komen dat verder reikt dan de speerpunten. Speerpunten waarin we in regioverband afspreken hoe we de regio kunnen versterken op gebieden als werkgelegenheid, recreatie en toerisme, cultuur en infrastructuur. Graag hoort D66 van elke portefeuillehouder hoe het staat met regionale activiteiten en of projecten die bijdragen aan die sterke regio. Een andere vraag aan het college. Bent u bereid, samen met de raad, een regionale beeldvormingsavond te organiseren over de onderwerpen die ik zojuist heb genoemd? Op het gebied van intensivering van die samenwerking, nu nog vooral op uitvoeringsniveau, heeft D66 geruime tijd geleden bij nog uit te werken onderwerpen in het coalitieakkoord het idee geopperd een pool samen te stellen van beleidsmedewerkers waaruit die samenwerkende gemeenten kunnen putten als er nog klussen te klaren zijn. Bijvoorbeeld van mensen die op een outplacement staan of iets in die sfeer. D66 vraagt het college of deze pool of een afgeleide daarvan al vorm heeft gekregen. Daarbij verzoeken wij het college op korte termijn, bijvoorbeeld voor de zomer, eens in gesprek te gaan met de bestuurders in de regiogemeente over verdergaande samenwerking. Leg het idee van die gemeente West-Betuwe nou eens in de week. En we adviseren om dat wel met de nodige tact te doen. Een etentje. En het college zou de vraag voor kunnen leggen om eens een lijstje op te stellen met elkaar
van enerzijds dat warm badgevoel en anderzijds de koude startdouche bij dat gemeente West-Betuwe-idee. Heb nou eens het lef om over de grens van die eigen gemeente heen te kijken. Mevrouw Derksen refereerde er al aan het stads- en regiobezoek. Als we dan zo'n sterke gemeente willen zijn en een sterke regio vooral, dan moet je die grenzen niet opzoeken, die moet je juist voorbij gaan. De inwoners zijn ook gebaat bij die sterke regio, waarin serieus wordt gewerkt aan werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling op het gebied van basis van die speerpunten. En we hebben het eigenlijk met elkaar genoemd. Die speerpunten zijn maar een onderdeel van wat er moet gebeuren. De vraag is dus aan het college, bent u bereid om voor dat zomerreces die verkennende gesprekken eens aan te gaan met de bestuurders in de regio? De binnenstad. We hebben het al vaker gehad en we zien het met elkaar gebeuren. Tiel wordt elk jaar interessanter. Cultuur en evenementen, de grootste onderscheidende functies van Tiel in de regio. Daarmee trekken we extra bezoekers en daar moeten we ook in blijven investeren. Het cultuurcentrum vordert gestaag. De gemeente maakt serieus werk van een schone Tiel. En ook de ontwikkeling van de burensupport is een volgende stap in het aantrekkelijker maken van de gemeente Tiel. Daarbij vindt D66 het zinvol ook eens serieus na te denken over die positie van de zaterdagmarkt. Het horecaplein en die markt bijten elkaar nu een beetje. Door slim te kijken naar de ruimte die we hebben in de binnenstad, kan de markt best een aantrekkelijke uitstraling krijgen. Wat D66 betreft mogen we daar scherpe keuzes maken om de beleving van horeca, markt en winkelhart te verbeteren. En met de insteek van de binnenstadsmanager ligt er nu een interessante uitdaging voor de winkeliers en bedrijven. Aanstaande zaterdag introduceert het Hart van Tiel de Flippas. En we zijn benieuwd naar het effect van dit eigentijdse en breed inzetbare instrument op de aantrekkingskracht van Tiel. Met elkaar wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijke binnenstad. Het vrije debat. Misschien een wat pedagogisch tintje, maar zo is die in ieder geval niet bedoeld. Het wil nog niet zo erg lukken met ons vrije debat in de Raad. Althans niet zoals het is bedoeld. Er zijn wat vingeroefeningen geweest. Het debat over de regulering van de wietteelt, het buitengebied, de vluchtelingenproblematiek. Dat ging eigenlijk helemaal niet onaardig, maar deze onderwerpen waren toch nog behoorlijk ingekaderd. Wat we nodig hebben om te debatteren is misschien een vraag die we ons moeten stellen. We zouden zonder vooraf geformuleerde kaders moeten kunnen discussiëren, maar er blijkt toch wel grote behoefte aan een richting of een afbakening. Het zwembad, zomaar een voorbeeld. Belangrijk voor Tiel om een groot aantal redenen en ook D66 is er veel aan gelegen om dit te behouden. Maar een van de scherpe keuzes uit het coalitieakkoord is nu juist dat we dat zwembad volledig willen privatiseren. En vanuit die gedachte was de opdracht aan de wethouder misschien niet zo'n handige. En verdient onze vrije discussie over het zwembad ook niet echt de schoonheidsprijs. Maar de intentie is wel duidelijk geworden van de Raad. Voor de volledigheid, D66 heeft hier dapper aan meegedaan, maar onze vrijbrief aan de wethouder is natuurlijk uitstel van executie, want het onderwerp komt keurig ingekaderd weer terug in de Raad. D66 met de VVD denkt op dit moment na over een manier om toch een soort van protocol, een globale procedure te maken om dat vrije debatteren toch een zekere richting mee te geven. Het klinkt een beetje tegenstrijdig allemaal, maar daar zijn ze bij ons erg goed in. Zodra we eruit zijn, dan laten we u weten wat voor moois er langs is gekomen. Tot slot, vooral in het kader van de continuïteit heb ik nog een paar vragen. 2 aan het college, 2 aan de raad. Aan het college, we hebben in het verleden aandacht gevraagd voor de ontbossing van het Bordenwoud. Wat is de stand van zaken daarin? Daarbij een klimaatvraag, het deels uitschakelen van straatverlichting hebben we onder de aandacht gebracht in het verleden. Is al gekeken naar mogelijkheden daartoe. Aan de raad willen we vragen, kunnen we met elkaar binnenkort, we zullen het in het presidium voorkoken, maar willen dat zeker open in de raad brengen, een gesprek hebben over een protocol of basale afspraken over het vrije debat. Hebben we nou wel of geen startnotitie nodig? Hebben we wel of geen financiële kaders nodig? Wie moet zo'n startnotitie eventueel leveren? Ik zou die vraag straks graag door alle partijen beantwoord zien. En de laatste vraag is deze raad genegen, dit onderwerp is een aantal keren langsgekomen, om nog eens een raadsbrede opruimactie zwerfvuil te houden? Kijk, het is niet onze verantwoordelijkheid, dat snap ik ook wel.
De burger zal zelf moeten zien dat een schone stad een prettige, leefbare omgeving is. Maar een keer vanuit onze verantwoordelijkheid daar nog eens het voortouw in te nemen, lijkt mij een aardig idee. Nog één laatste dingetje, voorzitter. Dat zit me een beetje dwars. Weet u nog de migratie van de digitale wereld, een paar weken terug? Dat was voorwaar geen geringe opgave. De griffier houdt niet meer op met grijnzen vannacht, dus een enorme beeldscherm. Een kleine 2 weken geleden kregen we allemaal een mail direct uit het ambtelijk apparaat. Met daarin het verzoek de vensterbank leeg te maken. We zitten nu thuis ruim al 14 dagen met de geraniums op de keukentafel. En namens mijn vrouw verzoek ik het college of u aan kunt geven wanneer de ramenlapper nou langskomt.